minister Suresh Algu van LVV en de Braziliaanse ambassadeur in Suriname, Marcelo Baumbach, hebben eerder deze week de eerste oogst gedaan van het proefproject Hooglandreis in Brokopondo. Het project wordt uitgevoerd met Embrapa, de Braziliaanse coöperatie voor landbouwonderzoek, en heeft als voornaamste reden de voedselzekerheid in het binnenland te garanderen. De overeenkomst werd getekend in 2014, waarna er verschillende soorten rijstvariaties zijn uitgetest. Uiteindelijk is gekozen voor 4 variëteiten uit Brazilië. Deze variëteiten hebben een korte cyclus van 90 tot 115 dagen. Deze week mocht de delegatie, die verder bestond uit minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, de DC van Brokopondo en diverse functionarissen van LVV en RO, de Surinaamse varianten afoogsten. LVV-minister Algu zegt dat er meerdere redenen zijn waarom hooglandreis in het binnenland is getest. Zekerheid voor ons volk, voor onze Surinamers en vooral voor onze binnenlandse bewoners heeft het te maken met andere aspecten. Climate change. Dat is een van de factoren waarmee we zwaar negatief meemaken in ons land. Wanneer we kijken, in Nigeria wordt een reis geteeld met zijn reisdistrict, maar we weten niet of na 30 jaar precies zo zal blijven daar. We weten niet. Tweede is wat betreft de internationale normen, alles. Je moet daarmee op rekening houden. Het heeft te maken met de CO2-uitstoot. Het heeft te maken met methaan die ook vrijkomt. Vooral in Nigeria. En wanneer we dan drooglandreis gaan doen, verder stimuleren. Met een goede begeleiding, training naar onze mensen toe. Vandaag op de dag, wanneer we praten van 900 kilogram, weten we dat het zeker kan gaan naar 3000 kilogram per hectare. Het is meer dan 300 maal hoger. En u weet, het zegt van elk land moet houden aan de internationale regelgeving. En wanneer wij weten dat de CO2 verminderd moet worden, de uitstoot daarvan, uitstoot van methaan verminderd moet worden. Een systeem wat wordt gehanteerd vandaag op de dag voor de productie van drooglandreis, dat bijna minimaal is, dan moeten we dit verder stimuleren. Het is de eerste keer dat deze proeven in Suriname zijn uitgevoerd. Naast lokale consumptie denkt minister Algu ook aan export. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Brazilië, waarbij zij ondersteunen met teeltechnieken, nieuwe varianten van de hooglandrijst en begeleiding. Ambassadeur Baumbach zegt dat het initiatief een voorbeeld is van creativiteit die wij moeten gebruiken om de samenwerking tussen de beide landen verder uit te voeren. Door crisistijden in de hele regio hier en als er een crisis is, moeten we meer creatief om nieuwe bronnen, nieuwe inkomstenbronnen en nieuwe manieren om de arme mensen te helpen. En ik weet wel dat de Surinaamse regering bezig is met het zorgen voor de arme mensen, voor de mensen van het binnenland. En de regering van Brazilië ondersteunt. Wat is door de Surinaamse regering gedaan. Aldus Marcelo Baumbach, ambassadeur van Brazilië in Suriname. Eerder deze week bij een bezoek aan het succesvolle proefproject Hooglandreis in Brokopondo. Binnenlandbewoners zijn van oudsher bekend met hooglandreis, maar kunnen met het succes van dit project hun teeltechnieken perfectioneren, zodat zij meer output krijgen bij de productie. Gebleken is dat sommige hooglandrijssoorten bij toepassing van de juiste teeltechnieken leiden tot veel hogere producties. Zo kan een productie van ongeveer 3000 kilogram gehaald worden per hectare in plaats van gemiddeld 900 kilogram per hectare.